pretenderen dat je kunt een samenleving opbouwen en waar je met in dialoog en respect met elkaar samenleeft, zonder dat je daar aan werkt, is onmogelijk. En vandaar dat ik niet beschaamd ben om waarden uit te dragen. En het gaat niet louter van aardig te zijn naar uw medemens en hem niet letterlijk fysisch pijn doen, maar ook u verantwoordelijk voelen voor uw medemens. En dat gaat veel verder. U echt verantwoordelijk voelen voor wat er zich verder afspeelt dan net binnen uw eigen, onder uw eigen kerktoren. Uw taak is nooit af als mens. En dat is eigenlijk de gedachte die bij mij in alles zit. Ook de manier dat ik naar vrijheid kijk. Je kan niet voor één keer en voor altijd jezelf bevrijd hebben of de vrijheid veroverd hebben. Die doe je elke dag opnieuw. Zin geven aan je leven doe je elke dag opnieuw. En zelfs Europeaan zijn en medemens zijn en een goed burger zijn doe je elke dag opnieuw. En ik heb niks tegen zelfontplooiing. Maar wel tegen een zelfontplooiing dat vermengd wordt met egoïsme. Dat we dan denken van, ik hoef ook geen verantwoording af te leggen. Dit is mijn wereld en ik kan mij onttrekken van de ander. Ik zou mij ook euroscepticus kunnen noemen. Maar dan in de betekenis van, ik kijk kritisch, ik kijk sceptisch toe en ik denk, oei, er gaan dingen fout, dit kan beter. Op zo'n manier vind ik dat we zelfs moeten kijken naar de Europese Unie. Juist uit liefde voor Europa moet je sceptisch kijken naar de Europese Unie.